Onze gast deed mee met The Voice of Holland, is huge op TikTok en bracht dit jaar, 2022, haar debuutsingle Why We Stay uit. Hoe komt het dat zij zo succesvol is op TikTok en waarom zag haar leven er niet altijd zo rooskleurig uit? Inge Lambo is de gast in deze aflevering van de Sound of Haarlem Zomerspecial. Tegenover mij zit TikTok-koningin Inge Lambo. Ik heb het even opgeschreven. Meer dan 100.000 volgers. Ja. 3,1 miljoen likes. Verklaar jouw succes eens op dit social media platform. Waar zit dat hem in? Ik denk dat ik gewoon iets doe. Elke keer weet ik dus niet wat ik ga maken. En dan denk ik, zal ik dit proberen? En dan is het misschien een heel raar idee. En soms werkt het. En dan gaat het ook goed. En ik denk dat dat het is. Dus dat je gewoon wat verder en out of the box denkt. Ja. Dat is het vooral. Laten we meteen eens gaan kijken naar twee voorbeelden. De eerste heeft meer dan 700.000 views. Guus Meeuwis, ja. Brabant. Ja. Laten we eerst even kijken naar het fragment. Yes. I've been walking alone in a city that's dark. I've never been homesick, but tonight it hits hard. All these people around me are sleeping for the night. Bring me back to my hometown. There's still sunlight. Neem ons eens mee in het maken van zo'n video. Hoe gaat dat? Hoe werkt zo'n proces? Nou ja, wat ik net dus al zei, ik heb dan een idee. Want ik vind het heel leuk om liedjes helemaal anders te maken. Dus of in het Engels, of door een andere artiest. Of gewoon ineens country of zo. En dat deed ik dus ook bij Guus Meeuwis. Want dat is wel een liedje die ik normaal nooit zou zingen. Zo heet het ook, liedjes die ik normaal nooit zing. Toen dacht ik, nou, ik ga dat liedje gewoon helemaal aanpassen in het Engels. En hoe zou het klinken als ik hem had geschreven? En zo is het dus geworden. Ja, ja. En dan ga je die tekst vertalen. En dan ga je het opnemen. En het leuke is, je speelt ook zelf alles in. Ja. Ja, zeker. Ja, gitaar zit erin, drums en een bas. Er zit geen piano in volgens mij, maar dat vooral, ja. Laten we eens kijken naar het tweede voorbeeld die ik heb gevonden. Bon gepakt. René Vreuger en Donnie, ja. De rapper. I had to pay some bills, been living for cheap thrills, fell in love with a stranger who feels so real. If tonight will be my last, I don't have any regrets. I spend the night giving all I can. Maar dan dus in de Inge Lambo versie. Liggen er inmiddels plannen om dit als volledige versie uit te brengen? Want als je de reacties ziet onder de post, ja, dan vragen er heel veel mensen naar. Nou, weet je wat het is met dat soort liedjes? Dan is het refrein is nice en soms zitten er teksten in en die vind ik dan voor mezelf niet heel representatief. Dus dan denk ik, weet je, ik hou het hierbij. Maar misschien ooit denk ik, weet je, ik gooi het om, ik doe het wel. Dus het is nog niet helemaal dicht. Ja. Hoe belangrijk is een platform als TikTok voor jou? Nou, heel belangrijk. Ik ben ermee begonnen toen we in een pandemie zaten. En toen moest ik iets doen om op te vallen. En toen ben ik dit eigenlijk gaan doen. Dus ja. Vooral door die pandemie ben ik best wel dankbaar dat ik dit op TikTok heb opgebouwd. Ja. En je hebt ook allemaal verschillende items. Nou ja, net heb je er al één benoemd, maar je doet nog veel meer dingen. Ja, ja, ik doe dus vertalingen doe ik eigenlijk sinds die van K3. Maar daarvoor deed ik dus heel vaak door een andere artiest. Dus ja, Måneskin deed ik ook heel veel. Ik speel ook heel veel gitaar op TikTok. Verder dingen in mineur. Moet ik weer een keertje doen trouwens, zit ik nu te denken. Ja, dat eigenlijk. Ja. Hey, mag ik een suggestie doen? Ja. Ik heb namelijk één liedje. Ik ben zo ontzettend benieuwd hoe jij dat zou aanpakken. Oké. Okay. Ik ga hem even aan je laten zien. Ik heb hem hier op mijn iPad. Ik ben heel benieuwd. Het is namelijk Ronnie Tober. Ronnie Tober. Met Geweldig. Oké. Okay. Komt hij aan? Wat ben je mooi, ben je niet? Zo interessant en exclusief, ik vind je geweldig. In één woord geweldig. Ik ken hem niet. En iedere keer dat ik ben naar je kijk, dan voel ik mij de koning te rijk. Want jij bent in mijn ogen haast alles tegelijk. Nou, Ronnie Tober dus. Als je dit zo hoort, wat gaat er dan om in je hoofd? Ja, ik kijk altijd van, want ik geloof wel echt dat elk liedje kan je echt heel cool maken. En dit is ook al cool voor hun stijl natuurlijk. Maar dan kijk ik, kan ik er ook echt iets van mij van maken, weet je wel?
En dat op zich, ja, ik ben altijd heel open-minded. Ik kan het altijd proberen. Ik ben zo benieuwd. Nou ja, volg Inge op TikTok. Dan gaan we het resultaat wellicht wel binnenkort zien. Hey, dan de eerste stap, of dan de stap naar je eerste single, Why We Stay. Wat is het verhaal van deze single? Het gaat over dat je in een niet zo hele chille relatie zit, maar dat je wel door wilt gaan. Want ja, misschien gaat het wel goed. Misschien komt het wel allemaal goed. En het is een beetje die valse hoop verwerkt in een poppy liedje. Ja, je eerste single. Ja. En ja, ook als je hier de reactie peilt, hartstikke positief. Nice. Heel leuk om te horen. Ja, inderdaad. We gaan naar je luisteren. Yes. Inge Lambo, dit is Why We Stay. Inge Lambo en Why We Stay bij de zomerspecial van Sound of Haarlem. Hey Inge, jij bent autodidact, hè? Ja. Hoe pak je dat aan? Stel je voor, ik wil een instrument bespelen. En dan? Ja, en dan? Dat is een moeilijke vraag, maar eigenlijk ook weer niet. Hoe ik het altijd deed, ik begon met piano spelen toen ik 8 was. En toen was ik gewoon heel snel enthousiast door bepaalde liedjes. En toen dacht ik van, oké, dat wil ik leren. En toen ben ik dat eigenlijk gewoon ineens gaan leren. Van, oké, welke noot lijkt op die noot? Oh ja. En dan ging ik gewoon stap voor stap uitzoeken of het zuiver klonk. En niet een valse noot was. Dus zo heb ik dat eigenlijk gedaan. En dat is ook zo met de gitaar gegaan. Gewoon uit enthousiasme en denken van, ik kan het wel zonder les. Ik ga het gewoon proberen. Ja.
Dat eigenlijk. En een portie geduld, denk ik ook ja, wel. Ja, zeker weten. Is. Ja, ik heb echt zoveel gespeeld. Het is, ja, zeker weten. En wat is het volgende instrument wat je zou willen leren viool. Bespelen? Viool, ja. Echt heel graag. Ben je al begonnen? Nee, weet je hoe duur dat is? Oh, is dat? Oké. Violen zijn heel duur. We kunnen met de pet rond zo meteen hier. Maar ik heb heel veel liedjes. En deze is dan best wel poppy. Maar ik schrijf over best wel heftige onderwerpen. Ja. En daar zitten ook wel violen in. Dus ik wil dat eigenlijk ook. Want dat is allemaal geproduceerd. Ik wil eigenlijk gewoon een keer op de volgende plaat een eigen viool in, zeg maar zelf inspelen. Dat lijkt mij heel cool. Ja, ik kan me voorstellen. We gaan naar de kijkersvraag. En de kijkersvraag die komt van Simone. Hoi Inge, ik ben Simone. Ik heb een dilemma voor je. Nooit meer TikTok? Of je moet altijd alles a cappella zingen? Kijkersvraag van Simone dus. Nooit meer TikTok of altijd alles a cappella zingen? Jeetje. Nou, ik hou wel echt... Als ik heel eerlijk ben, hou ik heel erg van muziekinstrumenten. Meer dan zingen, eigenlijk. Dus ik denk dat. Maar wat een moeilijke vraag. Moet dit? Ja, ik weet het niet. Ja... TikTok heeft mij wel heel veel gebracht. Ja. En dat is ook al mijn muzikaliteit erin. Dus ik denk toch dat, ja. Ja? Ja. Oké. Een lastige vraag van Simone. Maar het kan me voorstellen. Het is een interessante vraag. Ja, inderdaad. Hey, dan iets anders. Als je volgt op Instagram, ben je heel erg open over jouw mentale problemen. Je hebt een periode gehad dat je niet naar buiten durfde, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Angststoornissen. Ja. Hoe zag jouw leven eruit op dat moment? Nou, eigenlijk precies hoe je het nu zegt. Dus ik durfde niet naar buiten. En ik zat toen ook in mijn eindexamenperiode dus van de MAVO. Dus dat heeft waarschijnlijk ook heel veel... Dat was ook de reden. Gewoon al die druk en jezelf ontdekken en dat soort dingen. En dus eigenlijk... ik was te... Misschien was het wel een burn-out. Maar het was meer mentaal in mijn hoofd dat ik niks durfde. Ik durfde niet naar buiten. Ik vond alles eng. En dat was gewoon ineens... Dat gebeurde ineens. Ja. En dat is nu helemaal voorbij, want ik zit hier. Ja. Het is al heel lang voorbij. Alleen het heeft me wel heel sterk gemaakt. En ik wil nu heel graag mensen die dat ook hebben helpen. Ja. Dus. Wat was voor jou dan echt het zwaarste moment? Zwaarste moment? Ik denk eigenlijk altijd als je wat durfde te doen. Of iets wilde gaan ondernemen. Dat het dan toch niet lukte. Nee. En dat je dan denkt van... Daar gaan we weer. Dat je afvraagt van, komt het wel goed ooit? Maar het komt goed. Ja. Nou, gelukkig gaat het nu stukken beter. Je zag op een gegeven moment ook licht aan het einde van de tunnel. Welke stappen heb je gezet richting het einde van die tunnel toen? Ja, nou ja, muziek maken. Oh ja. Echt muziek maken. En toen begon ik ook met mijn eigen nummers schrijven. Dus ik denk dat als ik dat niet had meegemaakt, dat ik ook deze nummers niet kunnen schrijven. Dus... Ja, ik ben er toch wel dankbaar voor. Ja, ja, ik kan me voorstellen. En zie je maar hoe belangrijk de rol van muziek is in je ja, leven. Zeker. Ja, hoe gaat het op dit moment met je? Nou, je zegt dat je bent hier, maar voel je ja, goed? Ja, goed. Het is een gekke periode, want ik ben dus bezig... Mijn eerste single is nu uit. De tweede komt eraan. En die laat ik dus door mijn TikTok-volgers bepalen. Dus elke week laat ik een stukje van mijn eigen liedjes horen. En ik zie wel dat er nu al een paar meer neigen naar dat ene liedje. Oh, echt? Maar dat... Laat ik allemaal wel weten hoe dat... Oké. Nou, dat zijn leuke ontwikkelingen. Ja. Dus mensen kunnen nu ook gewoon nog stemmen via jouw TikTok-account. Ja, zeker, ja. Hey, en dan, als je nu terugkijkt naar die wat donkere periode in je leven... Op welke manier heeft het je sterker gemaakt? Nou ja, ik ben er dus echt achter gekomen wat ik wil. Dus ik wil muziek en niks anders. Ja. En ik wil anderen dus daarmee helpen. Maar ik wil ook gewoon... Mensen entertainen en gewoon dat mensen lekker kunnen genieten en dat het niet zo zwaar is altijd. Ja. Maar ik wil gewoon altijd muziek maken en TikTok blijven doen. Dus zeg maar naast mijn eigen muziek ook content maken. Ja. Vind ik echt heel leuk om te doen. Ja. Dat is wat ik wil. Nou, tijd om mensen weer te entertainen. Ja. Want je gaat nog een keer een liedje live doen. Yes. En dit is een bijzondere en je refereerde er al eerder aan. Ja. K3, ja. Hart verloren. Ja. Ik kan me voorstellen dat dit liedje een bijzondere betekenis heeft in jouw muzikale carrière. Waarom? Nou, iemand zei dus een keertje van... je moet een soort rockversie maken van K3. Toen dacht ik, wat zeg jij nou? Toen dacht ik, hey, dat is een supergoed idee. En toen dacht ik, oké, maar dan doen we hem wel in het Engels... Toen ben ik dat gewoon gaan doen. En toen werd hij 1 miljoen keer bekeken. Tja. En mocht ik ook echt naar België, naar de radio en zo. Dus en dat eigenlijk, er zijn daardoor heel veel mensen en fans gekomen. Omdat
die vinden dat gewoon heel leuk. Ja. Ik weet niet. Maar ik dacht van, we gaan het gewoon proberen. Maar toen ik het plaatste, dacht ik echt, oh, wat heb ik nou weer gedaan? Ja. Maar het werkte. En nu ga ik hem een beetje stripped down. Dus gewoon wat rustiger spelen. Kunnen jullie goed luisteren naar de tekst. Hoe die nu anders is. Dus, heel goed. Ja. Alright. Dit is Inge Lambo en Hart Verloren. So bored, wanted to fly, but then you showed off your moves, looked into my eyes, and my heart went like, oh, I lost my heart back in the club last night. I lost it when I looked into your eyes. Important to find you or I lose my mind. I lost my heart back in the club last night. So sweet, and all your friends they started joking, but you stayed with me, and my heart went like boom, boom, boom. Oh, I lost my heart back in the club last night. I lost it when I looked into your eyes. Important to find you, or I lose my mind. I lost my heart back in the club last night. Inge Lambo dus met haar versie van Hart Verloren van K3. Enorm viral gegaan dus. En ik snap al waarom. Super catchy en herkenbaar. Ja, maar dat komt echt door dat nummer gewoon. Dat is gewoon zo'n leuk nummer eigenlijk. Ja, en misschien straks ook wel met Ronnie Tober en Geweldig. Het wie zal weet, wie geweldig weet. Zijn. Er is nooit een reden om niet te beginnen. Ja. Dat is een quote van jou. En je laat ook zelf zien, je hebt jarenlang ook muziek gemaakt, microfoon, iPad erbij, heel erg simpel. Ja. Wat is de boodschap die jij wil meegeven aan jonge, talentvolle muzikanten die in hetzelfde schuitje als jou hebben gezeten? Nou ja, wat ik dus zeg, gewoon doen. En ik heb ook heel vaak gedacht van ja, moet ik dat wel doen? En elke keer als ik het wel deed, dan werkte het. En al doe je het voor jezelf, doe het gewoon. En dat denk ik. En inderdaad, dus met je hoeft niet een hele dure MacBook te hebben. Ik heb alles op mijn iPad gedaan en nog steeds. Oh ja. Ja, dus ja, ik zie dan niet het probleem. Gewoon beginnen, gewoon doen. Ja. En ja, je moet. Ik denk dat je heel erg jezelf moet blijven om dan daarin op te vallen. Ja. Ja. Oké, laatste vraag. Stel je voor, je bent 75. Voor hoeveel jaar is dat? Over 50 jaar toch? Ik heb dyscalculie, help. Je bent nu 25. Nee, ik ben 23. Maar ik rond gewoon af, joh. Ja, nee, dat is goed. Wat maakt dat we uit? We gaan even afronden. Hoe kijk je terug op je muzikale carrière als je straks 75 bent? Zo, ik begin net, joh. Ja, weet je, ik hoop gewoon dat ik... ik hoef niet zozeer op nummer 1 te staan in de hitlijsten. Maar ik wil wel een soort stem zijn voor de mensen die het nodig hebben. En een soort eiland creëren, dat zeg ik ook heel veel op Insta, waar iedereen gewoon naartoe kan, zeg maar, om zichzelf te zijn en lekker naar mijn liedjes te luisteren en ook naar mijn live shows te gaan. Dat is heel graag wat ik wil. Is zeg maar meer dan de cijfertjes. Ja. En tuurlijk, ik wil ook gewoon een nummer 1 hit. Ja. Inge, onwijs bedankt.
En heel veel succes gewenst komende periode. Dankjewel. En we kunnen vast oefenen. Ja. Wat ben je mooi? Wat ben je lief? Zo interessant en exclusief. Nou, moest jij het niet doen dan? Nou ja, ik wil het mij niet horen zingen.